Suriname is op 20 en 21 juni gastheer van een EU-CELAC-meeting. De slogan van de meeting is Suriname towards a sustainable approach. In het kader hiervan is er een webportaal gebouwd dat vandaag gelanceerd is. Minister Stuart Gertrouw van Justitie en Politie nam het portaal in gebruik door zich officieel aan te melden als een van de belangrijke actoren. De bewindsman wees tijdens zijn spreekbeurt op het belang van de lancering van dit webportaal. Volgens hem kunnen zo alle logistieke zaken van de EU-CELAC-meeting efficiënt worden afgehandeld. En het gaat om de bekendheid geven aan de te houden meeting. En voor Suriname is het ook van eminent belang dat men door het webportaal kan werken aan een stukje herpositionering. Aan het rebranden van het nationaal beleid op het drugsgebied binnen de EU-CELAC. De EU-CELAC voor Suriname, nogmaals, het gaat om die samenwerking, die ondersteuning. Want u moet even nagaan, we staan bekend als doorvoerhaven. We komen er niet onderuit. En vanuit de Latijns-Amerikaanse landen, vanuit Latijns-Amerika, wordt het natuurlijk naar Suriname doorgevoerd. Het wordt geteeld. Ja, en via Suriname wordt er een weg gezocht naar Europa. Vandaar dus dat die samenwerking nodig is. De directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Danielle Feira, benadrukte dat er geen nationale ontwikkeling kan zijn wanneer onze nationale veiligheid niet is gewaarborgd. Dat is dan ook de taak van het Directoraat Nationale Veiligheid. Deze ontwikkelingsgedachte zal de rode draad zijn tijdens de EU-CELAC Coordination and Cooperation Mechanism on Drugs Meeting in juni, zegt Feira. Suriname heeft de ambitie om binnen dit mechanisme de stem te zijn die zich sterk maakt voor de integrale aanpak van drugs. Terwijl wij werken aan de indamming van illegale drugs en de criminaliteit daarvan, sturen wij aan tot een shift waarbij de focus gelegd moet worden op de mogelijkheid tot verbouwen, produceren en exporteren van medicinale drugsoorten. Wij gaan voor een positieve benadering van de regio en ons land in de bestrijding van drugs, maar ook voor een positieve benadering van drugs dat de medicinale kant ervan niet moet worden overzien. En de ontwikkelingskansen die het biedt voor kleine landen als ons, dat we die continu aanbouwen. Feira zegt verder dat het gaat om het verstevigen van de samenwerkingsbanden tussen alle organisaties die zich bezighouden met het terugdringen van de levering van drugs. Met de launch van het webportaal starten de verschillende partners, te weten gezondheid, justitie en politie en buitenlandse zaken, met het garanderen van nationale ontwikkeling en veiligheid. De lancering van het EU-webportaal heeft plaatsgehad in het perscentrum van het kabinet van de president.